krijgt u een cochleair implantaat? Wat is volgens u de allerbelangrijkste overweging? Dat is hoe goed u gaat horen. Wij noemen dit hoorresultaat. Hoe krijgt u het beste hoorresultaat? Nou, dat begint met de elektrodedrager van een cochleair implantaat, die in het slakkenhuis in het binnenoor wordt geplaatst. De elektrodedrager moet lang genoeg zijn om het gehele slakkenhuis te stimuleren, zodat u de gehele bandbreedte van lage tot hoge tonen kunt horen. Surprise! Stelt u zich een piano voor waar toetsen missen. Dit zal niet mooi klinken. Maar er is meer over het hoorresultaat te zeggen. U moet de tonen correct horen en op de juiste toonhoogte. Hoe doen we dit? Met een technologie die we fine hearing noemen. Wat doet fine hearing dan? Het zet geluiden om je heen om, zodat je hersenen ze kunnen begrijpen. Maar doen niet alle cochleaire implantaten dat? Jawel, maar niet zoals fine hearing. Fine hearing biedt zelfs de lage bastonen voor een nog natuurlijker geluidservaring. Dus het is alsof je van een oude grammofoon naar een high definition surround sound stereo systeem gaat. En er is nog iets dat bijdraagt aan het hoorresultaat. De elektrodedrager moet zacht en flexibel zijn. Waarom? Omdat het slakkenhuis erg kwetsbaar is. En je wil niet dat het beschadigd raakt. Een beschadigd slakkenhuis kan leiden tot slechtere prestaties. En houdt ook de toekomst in het achterhoofd. Een onbeschadigd slakkenhuis zal eerder profiteren van toekomstige technologieën. Dus, wat zijn de 3 stappen om zo goed mogelijk te horen met een cochleair implantaat? Een lange elektrodedrager die het gehele slakkenhuis bedekt met geluid. Fine hearing technologie die voor een natuurlijker geluid zorgt. En een superflexibele elektrodedrager om de kwetsbare structuren in uw slakkenhuis te behouden. Dit noemen wij Triformance. Een implantaat is voor het leven. Maak de juiste keuze voor u. Neem contact op medel.com/nl/contact.